Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga vandaag de Sims Freeplay spelen. Ik ga dit doen omdat ik mijn oude account kwijt ben geraakt en ik had hier heel veel zin in. Dus ik ga nu een nieuw spel starten, want kijk, als ik dit wil doen, doet hij het niet. Dus start nieuw spel. De Sims Freeplay staat hier in het groot nu op mijn beeld. Ik denk dat jullie dat ook kunnen zien. Welkom bij de Sims Freeplay. Bereid je voor om dingen te creëren en een stad vol Sims te zien. Het lijkt nu misschien rustig, maar we gaan er een buizende boel van maken. We gaan aan de slag door je eerste Sim in te laten trekken. Oké, dan gaan we nu een Sim maken. Ik ga een vrouwtje maken. Nu noemen we als mij. Dus ik. Nou, heb je nu niet zo. Als je er een beetje. Ja, zo. En dan de kapsel. Doen we deze. Ja, dat is mooi. Wat is dit? Nee. Gewoon lekker dit, want ik heb mijn haar ook altijd los. Mijn hoofd. Nog gewoon, ik hou niet echt zoveel van make-up. Dat een. Ja. Doe maar gewoon lekker deze. Zo. Ja, dat hebben we net gedaan. Ogen. Mijn oogkleur is bruin, dus die staat al goed. Dan bovenkleding. We doen een leuk vest. Deze blouse. Ja, die is wel goed. Dan gaan we nu door naar de boeken. Nou, dat is wel echt een beetje een broek van mij, of dit. Ja, deze broek. Schoenen. Dan doe ik deze blauwe schoenen. Ik heb geen idee hoe ik het ding kan recorden, mijn gezicht. Nou. Ja. Dit wordt mijn sim. Dus die ga ik toevoegen. Gaan we nu de eerste stappen doen. Een toilet kopen. Oké, dus we klikken nu daarop. Badkamer. En dan reflecte wc. Nou, Simmy moet nu dus naar de wc. Niveau 2. Oké, handen wassen. Ik heb al wel een bed. Oké. Ga naar de woonkamer. Schone handen en een schoon huis. Nu weten we het toch over het huis hebben. Nu we het toch over het huis hebben. Het ziet er geweldig uit, maar het lijkt wel wat aan de krappe kant. Tijd voor een verbouwing. Ga naar de woonkamer en selecteer het toilet ruimtes. Tik vervolgens op een muur en sleep om de ruimte te bereiden. Uit te bereiden. Kamers. Nou, laten we. Zo.
Nu kan je sim echt de benen strekken. Steek het interieur in. Jasje, ga naar de woonkamer. Oké, dus we gaan naar de... Zo, scrollen. En dan... Luchtblauw. Oké. Veel beter. Vleur de kamer nu op met wat behang. Ga naar de woonkamer, kies het tabel muren, selecteren een behang en tik op een kamer om het aan te brengen. Dus terug, muren, witte verf. Mooi in de woonkamer. We zijn al op niveau 3. Koop een lamp via de woonwinkel. Verlichting. Een leuk lampje. Zo. Die lamp is geweldig, maar je ziet van die ruimte klopt niet helemaal. Tik op de woonkamer en tik dan voorwerpen om te selecteren en naar een betere plek te verplaatsen. Oké. Plaatsen. Het huis ziet er geweldig uit. Oké. Er staat... Oké. We gaan nu onze kleding bekijken. Kleding bekijken. Nou, zo. Dan heb je ook gewoon al je kleren bekeken als je dat doet. Dus net zoals mij. Koop een tuinperk. Oh, dat is altijd leuk. Een tuinperk kopen. Bomen, planten. Zo. Ik ga nu paprika's oogsten. Paprika's kweken. Hey, even wachten. Oh ja, en paprika's zijn altijd gratis, maar je krijgt er wel gewoon geld voor. Dus dat is een hele erg makkelijke manier om dan geld te verdienen. We zijn nu alweer level 4. Claim de dagelijkse beloning. Oké, dan druk je op het postje, dan op claim. En dan op het beltje terug. Winst ophalen via de stadskaart. Oké. Dan gaan we nu naar de stadskaart. En dan gewoon zo. Dan moeten we daarop klikken. Oké. Nu gaan we dan gratis de brandweerkazerne bouwen. Volgens mij. En dan kunnen we free skippen. Oké, dus we gaan nu naar dit mapje daar zo. En dan klik je op het koffertje en dan op baan aannemen. Oké, dan gaan we nu terug. En dan gaan we een nieuw huis bouwen. Ja. En dan kunnen we dat gratis doen. En dan gaan we nu een poppetje maken. Oké. Wat is een leuke naam? Eerst eens denken. Een leuke naam. Kevin. Doorkomen kan. Kapsel. Nou, dat laat ik zo. Hoofd. Wel een blond baardje. Dan hoofddeksels. Een pet. Of een leuke muts. Muts. Nou, muts vind ik niet zo leuk. Doe gewoon een leuke pet. Oké, en dan gaan we naar...
bovenkleding. Nou, dat is op zich wel goed. De broeken. Gewoon een leuke broek. Dit is op zich best wel een goede broek. Maar gewoon. Zo. Ja. En dan heb je je tweede poppetje. Een sim toevoegen. Ik wil ook een cupcake. Oké, tik om door te gaan. Oké, dus daarheen. En dan mogen we een keertje een gratis cupcake. Dus die sim is nu geïnspireerd. Oké, dus we gaan nu hierheen. Weer naar de woonwinkel. Inventaris, decoratie, moderne klok. Dus die hangen we nu binnen. Zo, die hangt ook aan de muur. De simtrekker openen. We zijn alweer niveau 5. Simtrekker. De simtrekker openen. Tik op het fluitje. Dit is een diamantje. En het diamantje kun je zien welke sim er op het moment geselecteerd is. Oké, op het blokje weeskapper. Leuk. Oké, ik heb mijn geluid nu aangezet. Oké, dat was best wel grappig. Als je het mij vraagt. Sim switchje. En dan weer grappig doen. Heen naar de stadskaart. Dan gaan we het park opzoeken. En dit is het park. Dan bouwen. Kunnen we dit, ja. Nou. Ik ga nu eventjes verder om grappig te doen. En aarde. Want nu is het, zeg maar. Ik kan alleen nog maar grappig doen. Oké. Oké, dus die kosten die zijn nu allemaal kennis. Dan gaan we gewoon grappig blijven. Dit is niet echt grappig. Oké. Oké, maar ik verdien hier wel EP mee. Maar we gaan nu dus eventjes naar de dingen, naar het park. En we zien, het is al nog een minuut bezig, maar ik heb geen zin meer om te wachten. Dus ik heb hem nu eventjes doorgeklikt. Dan krijg je dit scherm in beeld. En dan, oké. Dan is de eerste missie voorbij. Oké. Gaan we nu eventjes weer naar het huis toe. Voor mijn allereerste poppetje. Een pakketje. Moeten we die nu claimen? Oh ja. Eerst moeten we eventjes een poppetje hier naartoe. Pakketje. Geschenk openmaken. En wat krijgen we? Ja, wat hebben we gekregen? Oké, we zijn alweer niveau 6. En kopen. Dat moet.
Oké, dus. Omver trappen. Schappen. Ja, maar jongens, ik heb geen bad. Oké, wat boeit dat ook? We gaan verder met onze tweede missie. Kijk Simchef, Simchef of TV. Naar Simchef kijken. Dan gaan wij ondertussen alvast eventjes verder met het huis uitbreiden. We hebben niet super veel geld. Maakt niks uit. Maar ja, dat kan wel hè. Zodat we... Waarom staat dat binnen? Dat wil ik niet. Dat moet wel buiten blijven staan. Nee. Oké. Of hebben we dit alvast gemaakt? Dan moet die kast eventjes iets meer die kant op. Dus iets meer deze kant. Ik kan wel die kant op zeggen. Maar dan weten jullie nog steeds niet welke kant ik bedoel. Oké. Ja. Dan gaan we nu naar de slaapkamer. Dan gaan we kijken of dat we al een nachtkastje doen. En geen rene nachtkastje, gewoon een mooi hout nachtkastje aan die kant. Deze kant. En ook eentje mooi aan deze kant. Even kijken hoe lang nog. Nou, nog maar even een minuutje. En dan, ja. Dan hebben we de eerste missie gedaan. Dus we zijn nog klaar met de eerste missie. Ja. Dus dit was de eerste missie van de Sims Freeplay. En dan zeg ik tot de volgende video.